Goedemorgen, vandaag is de ene laatste dag. Het is vandaag vrijdag. We zien nu aan de andere kant van het meer gaan, helemaal naar het noordoosten, toch? Noordoosten zitten we nu, toch? Ja, noordoosten van het meer. Kijken of hier misschien wat meer vis te vangen is dan de andere. Dag, fijn. Jongens, voor het vergeten, Tinko heeft gisteren de grootste bass gevangen, 48. Jee! Dat betekent... Een kroning. Ja, de kroon is een beetje van nagel, dus we hebben er een tiara van gemaakt. Kan ik er achter de oren klemmen zo? Tada! Nul! Welkom in de zomer van Spanje. Prima dag, eindelijk een vis. Ah, mooi hoor. Oh, terug! Ja. Nee, wacht. Leuk! Oh, lekker! Jongen. Het is inmiddels 5 uur 's middags en dit is pas de eerste keer dat ik mijn GoPro aan kan zetten omdat het nu eindelijk pas weer opgeklaard is. Cinco heeft dus die ene vis gevangen en ik heb net een ander baasje twee vissen vakkundig gemist. Ja, ik ben wel in voor een rematch. Wow. Hele kop is afgeknapt. Ah, nee. Gaat helemaal dood, jongen. We hebben één witte spinnenbeet en die sloopt hij. En die mouw weer met die klap af. Oh, aanbeet. Ik kreeg hem op een schrijnaarbeest. Nee joh, ik kreeg een dikke tikker op. Maar goed, heb ik wel gezegd, hebben blazen. Ik heb toen nooit die motorkap geraakt. En die daarop. Ik sloop. Ja, hè. Ah, de tering. Tuurlijk. Hey. Ik wil een black bass achteraan trouwens. Serieus, hier. Zag je hem? Apart. Yo. Ik weet niet wat het is, maar het voelt mooi. Oeh, mooie vis. Je hebt het! Ja. Oké. Okay. Ah, kom op. Komt ie. Hij wil niet. Oh, lekker. Hè? Oeh. Hier ben ik blij mee. Niet normaal. Oh, heerlijk. Oh. Nou, die valt er zo uit. Nou, dat is meteen de grootste van de dag. Maar ik denk er ook mee op. Kijk eens jongens, hier ben ik echt super blij mee. Mag je terug. Hoppa. Vet. Nou jongens, midden in de regenbui. Mooie dikke vis op de wapperplopper. Kolkende aanbeest. Ik had mijn GoPro toen niet aanstaan, want het echt volle bak aan het regen is. Oh, een hele fijne vis waar ik heel blij mee ben. Kijk, ook zo'n kapot staartje, wat ik de vorige keer ook al liet zien. Dat is echt een indicatie dat ze er net van het nest af zijn. Ja, vis van ongeveer 47, denk ik. 47, 48 centimeter. Dan mag ik weer terug. Bye bye!